Leerlingen in dat voortgezet onderwijs kunnen per 2 juni weer naar school. Het Minkelmaar College in Woerden heeft zich terdege voorbereid op het nieuwe normaal. Ja, het is natuurlijk heel bizar dat je zonder leerlingen een school runt. Tenminste, de leerlingen zijn niet op school. Dat maakt het ontzettend ingewikkeld. Ook voor docenten, voor leerlingen, want we werken met weektaken. Leerlingen zijn toch echt op zichzelf aangewezen. En dat maakt het niet makkelijk. Ik vind wel dat we hele mooie dingen hebben gedaan met elkaar. En dat we ook heel veel stappen hebben gezet als het gaat om het afstandsonderwijs. En daar ben ik eigenlijk ook wel trots op. Hebben de systemen de last kunnen dragen? Wat je natuurlijk merkt, is, als je, dat merk ik zelf ook in vergaderingen, is dat af en toe het netwerk stilvalt of dat je beeld stilvalt. Dat zijn natuurlijk dingen waar je aan moet wennen. Uh, maar over het algemeen hoor ik daar goede verhalen over. Waren docenten makkelijk in, in verbinding met de leerling? En uh, ja, zijn, de, zijn de systemen uiteindelijk gewoon heel erg goed? Zo, zo waren die al goed op school, maar goed, de collega's zaten natuurlijk voor een deel ook thuis. Hoe is jullie ervaring geweest met betrekking tot het eindexamenleerlingen? Nou, dat was een hele klus. We hebben ervoor gekozen om de laatste schoolexamen op afstand af te nemen. Dat betekende dat de leerlingen thuis zaten en daar hun examens hebben gemaakt, hun laatste schoolexamens. En uh, dat was uh, spannend voor de leerlingen, maar ook voor ons om te kijken uh, hoe gaat dat, hoe fraudegevoelig is dat. Uiteindelijk uh, bleek dat alles alleszins mee te vallen, is dat volgens mij heel goed gegaan. En uh, wisten we ook na de meivakantie uh, de uitslag eigenlijk al. Die hebben we ook vorige week bekendgemaakt, dat vonden we ook belangrijk. Of, het is alweer twee weken geleden ondertussen, 14 mei. Uh, was dat en hebben we de uitslag bekendgemaakt. Ja, en kon de vlag uit. En natuurlijk doen we ook mee op 4 juni met een nationale vlagmoment. Want uh, ja, een examen, een uitslag moet je vieren met elkaar. Maar geen gala, en zo Nee, geen gala, helaas niet. Uh, we zijn er echt wel aan het zoeken van nou, hoe kunnen we nou op een goede manier het schooljaar afsluiten. Daar hebben we allemaal ideeën over. Uh, ja, daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. We doen dat uh, eind, eind van de maand, begin juli. En uh, zodat we ook weer wat meer mensen kunnen ontvangen. En uh, ja, we zijn heel benieuwd uh, wat we daarvan gaan uh, maken. Maar het wordt in ieder geval een feest. Hoe hebben jullie je voorbereid tijdens de lockdown op de nieuwe toekomst? Ja, die toekomst is natuurlijk ingewikkeld, omdat we niet precies weten waar we naartoe gaan met elkaar. En we gaan er ook een beetje van uit dat we in september ook op deze manier gaan starten. Dus met anderhalve meter onderwijs. En dat is uh, best wel een enorme klus. Voor nu kiezen we ervoor om aan te sluiten bij wat we al kennen, dus het gewone rooster. Dat dikken we in. Zodat we de middagen vrij spelen en dat leerlingen thuis kunnen werken. Dat docenten ook dingen op school weer kunnen afronden. Ja, we kunnen helaas niet alle leerlingen ontvangen. Dat hadden we wel heel graag gedaan. Maar daarvoor zijn er gewoon te veel leerlingen. En dat betekent dat de leerlingen, ja, een derde van de leerlingen gemiddeld van een klas naar school kan komen. Met kleine klasjes dus, maximaal tien leerlingen in een lokaal. En dat zal heel erg wennen zijn. Over hoeveel leerlingen praten we ongeveer? Nou, dat zijn er uh, toch wel 2000, dus dat is echt heel erg veel. Het uh, ja, is best ook ingewikkeld om daar dan een. Uh, een logistieke uitdaging. Hoe zorg je er dan voor dat die leerlingen elkaar, uh, ja, niet, hè, dat ze niet te dicht bij elkaar komen, dat ze achter elkaar aan kunnen lopen. Daarvoor hebben we ook routings aangelegd in de gebouwen, verschillende ingangen. Uh, en, en proberen we dat zo goed mogelijk te stroomlijnen. Maar dat zal een uitdaging zijn. De randvoorwaarden zijn er. De uitvoering dat zien we volgende week. En dan praten we over beide locaties van de Minkermaan. Beide locaties van de Minkermaal aan, dat klopt. Zijn er nog veel leerlingen die van buiten komen, van buitenvoerder komen, die ja, op een of andere manier vervoerd moeten worden? Nou ja, als je puur kijkt naar de 8 kilometer grenzen die de minister-president heeft aangegeven, dan praten we over 950 leerlingen die die reis zouden moeten maken. Nou, gelukkig komt een heel groot gedeelte daarvan ook op de fiets. We hebben een inventarisatie gedaan en de, de lijst bestaat nu uit ongeveer 200 leerlingen dat gebruik maakt, moet maken van het openbaar vervoer. En daarover zijn afspraken gemaakt ook met de vervoersbedrijven. En uh, ja, we, gaan, we zijn ook benieuwd hoe dat gaat lopen, hoe dat gaat draaien. Maar dat, uh, ja, de verantwoordelijkheid ligt daar ook voor een groot gedeelte bij de vervoerder. Gaan jullie bussen inzetten? Of? Nou, dat is dus, er is een soort landelijke, of landelijk, een regionale coördinator aangesteld. Zij inventariseren hoeveel plekken er nodig zijn in de bus. En afhankelijk daarvan zullen er bussen ingezet worden of de trein gebruikt gaan worden. Het ligt er een beetje aan ja, hoe de belasting is op dat moment van het openbaar vervoer. En hoe regelen jullie dat, laten zeggen, dat die uh, uh, leerlingen niet in de spits komen? Nou, we starten ietsje later. Dus we starten zeg maar, negen uur tussen 9 en half 10. Dus dat betekent dat, nou ja, de, de echte spits doen we niet. Er is op dit moment natuurlijk eigenlijk nauwelijks spits. En uh, ja, we ontkomen er niet aan hè. als je naar school gaat om gewoon s ochtends te beginnen. Helemaal als je de middag vrij wil hebben, om dan ook s middags op tijd te eindigen. Zodat er ruimte overblijft ook voor uh, nou ja, hulp voor de leerlingen die niet naar school konden komen. Want die hebben ook nog extra aandacht nodig. Die moeten namelijk gewoon hun vragen blijven stellen per e-mail. Dus smiddags is er ook tijd om die leerlingen nog te woord te staan. Ja, je, je, je ontkomt er niet aan om s ochtends te beginnen. Vincent, hoe heb jij deze tijd ervaren vanaf half maart? redelijk rustig. Uh, je kan natuurlijk niet zo heel veel doen. Dus uh, mijn werk was uh, stilgelegd. Uh, op school heb je minder te doen. Um, dus de, ja, daarom moet je vooral veel thuis zitten. Nou kan je dan wel weer nieuwe hobby's uh, leren natuurlijk. Maar het is uh, vooral eigenlijk afwachten tot school weer uh, begon eigenlijk. Ja, maar jij was uh, eigenlijk. Je bent nog eindexamenkandidaat, ja. begrijp ik. Uh, en je moest je toch steeds voorbereiden uh, op de toetsen. Uh, hoe deed je dat? Nou, eerst moesten we de examens maken. Die hebben we digitaal thuis gemaakt. Uh, dat is ook een uh, hele nieuwe ervaring natuurlijk. Um, maar op zich is het leren niet veel anders dan jij ja, hebt iets minder lessen. Maar op zich moet je vooral de examens moet je steeds uit je lesboeken leren. Dus dat uh, konden we gewoon normaal doen. En nu moet ik opnieuw uh, nog wat toetsen leren. En dat doe ik uh, nu thuis en ik krijg begeleiding van school om dat online te doen. En, uh, meer lessen te krijgen ook. Ja. En als jij, laten we zeggen, vragen had of dingen die je niet begreep, uh, had je dan makkelijk toegang tot de docenten? Ja, ik, kon, uh, ik heb meerdere docenten die ik kon meden. Uh, en we hebben ook op YouTube kon ik natuurlijk gewoon filmpjes kijken van docenten die uh, uh, ook uitleg gaven. En we hebben online kon ik in klassen meekijken hoe we dat deden. Had je ook videocontact met de docenten? Ja, uh, we kunnen makkelijk video bellen, dus dat uh, kon altijd makkelijk. Het Menkema College is bezig om de mogelijkheden te ontdekken wat een anderhalve meternorm betekent voor het volgend schooljaar. Dat geldt dan voor zowel de inrichting van het onderwijs als voor de groepssamenstelling.